Een overpeinzing over betovering en realiteit. Een paar weken geleden keek ik naar de film La Vita Davanti a Sé, The Life Ahead. Met in de hoofdrollen Sophia Loren, 86 jaar, en haar 14-jarige Afrikaanse tegenspeler Ibrahima Gueye. De film vertelt het vertederende verhaal van twee totaal verschillende mensen die in hun eigen aangrijpende bubbel leven en uiteindelijk elkaars bondgenoten worden. De film eindigt met een imponerend lied, Yossi, gezongen door Laura Pausini. Bewegeloos bleef ik op mijn bank zitten en las de ondertiteling. Wanneer jij geen woorden meer vindt, ben ik hier. Misschien heb je er maar enkele nodig. Ik ben hier. Wanneer je leert te overleven en het onmogelijke aanvaardt, gelooft niemand erin, maar ik wel. Ik weet niet wat jouw toekomst is, maar als je wil, als je mij wil, ben ik hier. Niemand hoort je, maar ik wel. Wanneer jij geen raad meer weet, ben ik hier. Wanneer je wegvlucht of muren optrekt, ben ik hier. Wanneer onzichtbaar zijn erger is dan niet te leven, ziet niemand jou. Maar ik wel. Er is betovering nodig en realiteit. Soms volstaat wat er is. Het leven dat voor je ligt. Ik weet niet wat jouw toekomst is. Maar als je wil, als je mij wil, ben ik hier. Waarom raakten me de woorden ik ben hier zo? Door het jaar dat achter ons ligt? Door het coronamysterie dat de wereld, de samenleving, ons hele leven veranderd heeft? Dat maar rond blijft waren en voorlopig nog niet beteugeld is? Wanneer onzichtbaar zijn erger is dan niet te leven, ziet niemand jou, maar ik wel. Daar gaat het dus om. Contact. Het simpel voor elkaar zijn. Hoe dan ook. Er is betovering nodig en realiteit. Soms volstaat wat er is. Het leven dat voor je ligt. Verhalen vertellen is voor mij een manier om anderen te omhelzen. En eigenlijk ook om door anderen omhelst te worden. De woorden zijn de armen van de omhelzing. Door verhalen krijg je meer begrip, maak je je vrij. Een kort verhaal over betovering van Eduardo Galeano. De wereld. Een man van het Negua-volk aan de Colombiaanse kust mocht naar de hoge hemel gaan. En toen hij terug was, deed hij verslag. Hij zei dat hij van daarboven het menselijk leven had gezien. Hij zei dat wij een zee van vuurlichtjes zijn. Zo ziet de wereld eruit, onthulde hij. Een heleboel mensen, een zee van vuurlichtjes. Ieder mens schittert met een eigen vuur tussen alle anderen. Geen twee vuren zijn hetzelfde. Er zijn grote vuren en kleine vuren en vuren met alle kleuren. Er zijn mensen met een vredig vuur die niet eens wat van de wind merken. En er zijn mensen met een uitzinnig vuur die de lucht vol vonken jagen. De wereld vanuit de hoge hemel als een zee van inspirerende vuurlichtjes. Een wereld vol oneindige mogelijkheden, oneindige
perspectieven, hoe de golven ook bewegen, in een storm, kabbelend, of volledig in rust, als een schitterende oase. We verlangen ernaar de ander te ontmoeten, onbevangen. Laten we de ander ontmoeten om het leven kleur te geven. Laten we kijken naar het vonkje licht in de ogen van de ander. Leer strelen. Heilig zijn kun je niet alleen en zonder humor valt er niet te leven. Blijf vragen stellen. Woorden van Marc-Alain Wachnin. Maar hoe doen we dat nu? Nu we zo behoedzaam moeten zijn. Behoedzaam zijn. Twee handen als een koepel boven iets kostbaars. En dat kostbare, dat is ons leven en het leven van de ander. Ja, door het mysterie corona beseffen we hoe intens we eigenlijk met alles en met iedereen verbonden zijn. En tegelijkertijd is daar de afstand. De Zuid-Afrikaanse dichteres Angie Kroog drukt het in haar hoekige, expressieve taal heel direct uit. Zonder vreemdeling, zonder de ander, ben je compleet, niet compleet. Omhels hem, omhels haar. Probeer uit te vinden wie hij of zij is, wat hij of zij wil. Ik ben, omdat wij zijn. Een mens is mens door andere mensen. Altijd op zoek, een speurtocht naar antwoorden, vol verwarring, vol tegenstrijdigheden. Wat is een lach als ik alleen is? Hoe word jij jouzelf tussen ander? Hoe word jij heel? Hoe word jij vrijgemaakt in begrip? Hoe doen we dat in deze tijd? Een kort verhaal over aandacht. Toen ze op les kwam, sprak ze geen Nederlands. Een jaar later, vlak voor de vakantie, stopte ze een velletje papier in mijn hand voor thuis. Een gedicht ontdekte ik, dat ze eerst in Pools had geschreven en daarna zelf in het Nederlands had vertaald met een woordenboek in de hand, woord voor woord. Ik ontmoette een engel. Mijn engel, zo fragiel, zo fijn. Zijn goedheid en wijsheid slaan met de kracht van 1000 golven op de rotsen. Mijn engel nam mijn wantrouwige hand in de zijne. Hij liet me een zonnestraal zien in de storm toen de duisternis de hele wereld bedekte. Mijn engel heeft mijn ogen geopend. Hij leerde mij verder te kijken, achter de horizon, met de grenzen van prikkeldraad. Hij leerde me schoonheid verborgen onder exotische maskers en bloemrijke rust te zien. Mijn engel nam me mee met zijn vleugels en met nieuwe hoop in het hart, geraakt door zijn goddelijke vonk, zodat ik onbevreesd mijn weg vervolgde. Die engel ben jij, zei ze later. Ik was verbaasd. En bedacht tegelijkertijd hoe weinig er voor nodig was. Aandacht. Aandacht voor elkaar, hoe dan ook. We bekijken de belevende wereld, die deinende zee van vuurlichtjes, vanuit onszelf. Het is een heel natuurlijk mechanisme. Het was zo in de voor-coronatijd en het is nu ook zo. Op straat lopen we met een boog om elkaar heen. Bots je per ongeluk tegen iemand aan, bijvoorbeeld als je een lift ingaat, dan weet je niet hoe snel je achteruit moet deinzen.
We zijn eraan gewend geraakt om de ander te zien als iemand die je kan besmetten. Of jezelf te zien als een potentieel gevaar voor die ander. Voor winkels wacht je geduldig in een rij op afstand. Terrassen leeg met opgestapelde stoelen. Theater, bioscoopdeuren dicht. Musea houden hun schatten verborgen. We wandelen, 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 tellen fanatiek onze stappen. Buiten regent het, schijnt de zon. Het is lente, zomer, herfst, winter en weer lente geworden. Je ziet de knoppen aan de bomen en je hoort de vogels. Het lijkt wel of we gevoeliger zijn geworden, sensitiever. Al die foto's van vlammende zonsondergangen op Instagram, Facebook. We werken thuis, soms op het werk. We schipperen met de kinderen die wel of niet naar school gaan. Of we zijn heel veel alleen en praten tegen de kat. We ontmoeten elkaar via het scherm. Hebben we persoonlijk contact, dan klinkt onze stem omvloerst van achter onze blauwe of kleurige mondkap. Maar we koesteren onze verbeelding, onze verlangens. Ik kan dromen van een theaterzaal met mensen warm en verwachtingsvol, van gezellige terrassen met gelach om niks. Als ik mijn ogen sluit, voel ik dat alles. En weet ik dat de kentering komt. Het is een wonderlijke situatie. We worden minder meegesleurd door de weerwar van privé- en werkafspraken. Dat geeft rust. En toch ook weer niet. Het is een onrustige rust die door iedereen anders ervaren wordt. Het mysterie corona houdt ons in de greep. Helemaal als het daadwerkelijk toeslaat, vreselijk. Om te voorkomen dat de moedeloosheid, de ergernis ons overmand en ook omdat het leven gewoon doorgaat, zijn we inventief geworden op alle fronten. Beperkingen maken ons rijker, completer. Een kort verhaal over beperking van Paul Coelho. Milton Erickson is de bedenker van een nieuwe psychotherapie die nu in de Verenigde Staten al duizenden volgelingen heeft. Toen hij 12 was, kreeg hij polio. Op een gegeven moment hoorde hij de dokter tegen zijn ouders zeggen: "Jullie zoontje zal de ochtend niet halen." Meteen daarop hoorde hij zijn moeder huilen. "Wie weet, als ik de ochtend haal, heeft zij misschien niet zoveel verdriet," dacht hij. En hij besloot wakker te blijven tot het licht werd. 'S ochtends riep hij tegen zijn moeder: "Mama, ik ben er nog." De vreugde in huis was dusdanig dat hij besloot het telkens nog een dag uit te houden om het verdriet van zijn ouders uit te stellen. Hij is in 1980 op zijn 79ste jaar gestorven en heeft een hele reeks belangwekkende werken nagelaten over het reusachtig vermogen van de mens om zijn beperkingen te overwinnen. Perspectief blijven zien. Aandacht hebben voor elkaar, juist nu. Omgaan met begrenzingen, met beperkingen. Hoe? Dankzij de gezegende moderne tijd zijn er manieren te over. Laten we af en toe maar verhalen delen. Of eenvoudig naar elkaar luisteren, zoals nu. Wanneer jij geen woorden meer vindt, ben ik hier. Misschien heb jij er maar enkele nodig. Ik ben hier.